Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met... Lowlands directeur Erik van Eerburg. Ja, dat is normaal gesproken een heel druk baasje op het Lowlands terrein in Biddinghuizen. Maar ja, wat was 2020 toch een vreemd en vooral heel rustig jaar. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met je? Nou, het gaat wel goed hoor. Het wordt een hele mooie lentedag, lijkt het. Dus ik word er wel weer vrolijk van. Ja. Na het schaatsen en de kou, die heel mooi was, hebben we natuurlijk ellendige nattigheid gehad. Maar nu is het, nu voel ik me wel, zo'n dag als dit, daar kom ik wel door hoor. Oké, maar nu even naar het werk. Want als Lowlands directeur, ja, hoor je bij bedrijf Mojo. Hoeveel personeel is daar nog over? Nou, kijk, we hebben bij Mojo Concerts, de organisator van Lowlands, is ongeveer 1/3 van het personeel afgevloeid. En dat is eigenlijk bij alle bedrijven die toeleverancier zijn ook ongeveer het geval. De helft tot de helft ongeveer. Dus daar maken we ons wel zorgen over hoe dat in de toekomst moet gaan georganiseerd worden als we niet snel beginnen. We zijn nu alle mensen aan het bellen om ze terug te halen naar de bedrijven en naar onszelf om een goede organisatie weer op poten te zetten. Dus we hebben zo'n garantiefonds, die gaat per 1 juli gaat dat in. En dan hopen we nu genoeg tijd te hebben om alles goed op de rit te zetten. Alles staat klaar, maar we moeten het nu definitief gaan maken. En het programma is zo goed als klaar. Het lijkt er in augustus op dat er acts, er zijn wel al wat acts die we hadden, op het oog hadden, die gaan cancelen. Die zeggen dat we ze nog niet durven te toeren, omdat ze bang zijn dat ze dan halverwege stil komen te staan in een land ergens in Europa waar de maatregelen nog niet opgeheven zijn. En laten we eerlijk zijn, dat kan in Nederland ook nog steeds heel erg het geval zijn. Dat maakt het natuurlijk lastig, Erik, want je zegt we zijn het personeel aan het terughalen, want je moet natuurlijk gaan voorbereiden op een gegeven moment. Je kunt niet op het allerlaatste moment zeggen, als er vanuit de regering wordt gezegd, vanuit het kabinet, van nou ja, er is weer wat mogelijk. Dan kun je niet opeens dan je mensen nog erbij trekken. Die heb je nu al nodig, die moeten nu klaarstaan om het voor te bereiden. Ja, hoe lastig is dat voor jullie? Nou, dat is heel lastig. Dat is heel lastig. Kijk, we werken natuurlijk anders dan bijvoorbeeld een sector als de horeca. Als je die een week van tevoren zegt, jullie mogen weer open, dan doen ze hun inkopen en dan zorgen ze dat het personeel er is. En dan na een week zijn de meesten toch echt wel weer klaar om te beginnen. Bij ons duurt dat 5-6 maanden voordat we helemaal weer goed zijn. Het lijkt gek om nu in het midden van een pandemie die nog steeds volledig voortwoedt. Het wordt nu iets beter, maar die is nog steeds in volle gang. En het lijkt dus heel raar om zo lang vooruit te kijken. Je ziet dat de overheid die kijkt 2, 3, 4 weken vooruit. En dan kijken ze hoe ze de maatregelen aan kunnen passen. Wij moeten gewoon 5-6 maanden van tevoren gewoon zeggen van, ja, gaat het gebeuren of gaat het niet gebeuren? En daar is het garantiefonds ook voor. Die zeggen van begin maar, maar als wij op de stopknop drukken, dan gaan wij eigenlijk als een soort verzekering gaan we voor jullie werken. Want alle verzekeringen die zijn afgezegd, zeg maar. Die zeggen van pandemie verzekeren we niet meer. Nee. Dat betekent gewoon dat wij een enorm financieel risico lopen met het beginnen van het organiseren. En tegelijkertijd zie je nu dat de jeugd en de mensen die een kaartje gekocht hebben, of de jonge mensen die graag naar cultuur gaan, die staan allemaal op knappen. Je leest steeds meer in de media dat de mensen depressief zijn, dat ze burned out zijn, dat ze echt niet meer binnen te houden zijn. Ja. En als je nu ziet ik vorige week heb ik even bekeken wat de aantallen waren die in de ziekenhuizen liggen in juli en augustus. Nou, zonder vaccin was dat al een laag aantal, niet een heel problematisch aantal. Dus nu met de vaccins zou je verwachten dat in juli, augustus de ziekenhuizen leeg zijn, de zorg is aan het ontzien. En ja, dan moet je de kids, zoals ik ze altijd noem, moet je buiten laten. Ja. Want als wij het niet organiseren, dan zal je zien dat er overal in het land zelf dingen georganiseerd gaan worden.
Met mogelijke veiligheidsrisico's en overlast en dat soort zaken. Heb je dat weer, ja. Dus ja, ik denk dat het een verstandig besluit is van de overheid om tegen ons te zeggen, jongens, ga alvast aan de gang, zodat we in de zomer evenementen hebben die op een goede en veilige manier georganiseerd zijn. Ja, die gaan ook alvast aan de gang op zaterdag 13 en zondag 14 maart. Twee proeffestivals in Biddinghuizen, 1500 bezoekers per dag. Maar ja, het was stijf uitverkocht, 90.000 belangstellenden. Was je blij met het aantal toen je dat hoorde? Ja, het is zelfs meer. Voor het ene is het iets van 75 en voor het andere 55.000. Nou, dus aanmeldingen. Dus dat geeft wel aan hoe hoog de nood is en hoe groot het verlangen is naar evenementen. En het is ook een signaal van jongens, als het open kan, gooi het open. Als de mensen die zwak zijn of bevattelijk zijn voor ziekenhuisopname, als die beschermd zijn, dan moet het open kunnen. Ja. Ik heb een interview gehad met een OMT-lid, meneer Bart Bonte. En die zegt ook, ja, dan moeten we gewoon gaan kijken naar hoe die balans anders kan in prioriteiten. Want jonge mensen die de ziekte krijgen, die zijn over het algemeen, met een weekje zijn ze er wel weer bovenop. Het is echt, het echte gevaarlijke is voor mensen die onderliggend lijden hebben, die oud zijn. En vanaf 55, 60 jaar moet je echt, kun je echt maar beter vermijden dat je die ziekte krijgt. Zeker. Maar als je jonger bent, ja, ik ken heel veel mensen uit Amsterdam. Mijn eigen zoon heeft het gehad. Ja, die is een paar dagen ziek geweest en dat viel allemaal wel mee. Dus als de mensen die beschermd moeten worden beschermd zijn, en dat zal zo tegen eind mei, begin juni het geval zijn, en dan heb je nog een soort periode waarin je zegt van nou, dan moeten we nog even heel goed oppassen. Kijken of alles wel goed aanslaat en of de ziekenhuizen inderdaad wel leeg worden. Maar dan zou je kunnen zeggen van we moeten weer open en we moeten de kids buiten laten. Als je nu ziet wat er in Israël gebeurt, waar al een heel groot deel van de bevolking gevaccineerd is, daar lopen de ziekenhuizen in hoog tempo leeg. Juist. Even terug naar maart, 13, 14 maart, die proeffestivals. Ja. Je staat natuurlijk zelf ook te trappelen om weer iets te doen, iets te kunnen. Maar wat gaat er precies gebeuren die dagen? Heb je al acts? Wie staan er op het podium? De act mag ik nog niet bekendmaken. Daar wordt nu nog mee gesproken en dat gaat dinsdag aanstaande gebeuren. Maar eigenlijk moet je het zien dat er wetenschappelijk onderzoek van onder leiding van meneer Vos plaatsvindt. Dat is een soort contactonderzoek van als je dan op zo'n festival, je bootst eigenlijk een festival na en je zegt van deze groep gaat met mondkapjes, deze gaat zonder mondkapjes, deze die, maar ze mogen wel allemaal vrij rond bewegen. En dan hebben ze een contactonderzoek. Dus iedereen heeft een chip. En dan kun je zien, je hebt zo lang staan te praten met nummer 13. En zo lang praten met nummer 441. Dus ze willen eigenlijk weten, wat gebeurt er nou eigenlijk op zo'n festival? Wat voor contacten zijn er? Hoe lang zijn die? Dat is een van de belangrijke dingen. En ook de logistiek van als je bijvoorbeeld sneltesten nog wil doen. Nou, dat is met 60.000 man, is dat natuurlijk nogal een organisatie. Willen ze ook kijken of dat goed werkt. Dus iedereen wordt van tevoren getest, iedereen wordt achteraf getest. Ze proberen echt een coronavrije bubbel te creëren, waarin mensen gewoon rond kunnen lopen en kijken wat er gebeurt. En dat denken de wetenschappers, dat ze dat, en wij denken dat ook, dat eigenlijk zonder noemenswaardig risico gedaan kan worden. Ja. Heb je er zin in volgende maand? Iedereen is super ja, zeker. Kijk, het is je ziet het net als met die 70.000 per festival bijna die zich aangemeld hebben. Ja. Dat mens staat te popelen en wij ook natuurlijk. Ja. Ja, hoe lekker is het dat je daar dan weer tussen kunt lopen tussen het publiek en kunt genieten? Voor jou? Ja, het zal wel even wennen zijn. Maar je zag dat, ik weet niet of jullie toevallig gezien hebben, dat proefevenement in de Beatrixhal met dat congres. Ja, die mensen straalden. Binnen de kortste keren staat, ja, je hebt mensen straalden. En iedereen in het begin met elkaar was het even vreemd, hoorde ik het. Maar al heel snel stonden ze elkaar lekker weer in de oren te tetteren en om elkaar heen te hangen. Dus ik denk dat
de mensen, hè, het publiek, die wil niks liever dan dat. En dat heeft me ook wel de laatste jaar wel echt op de been gehouden, hoor. Je denkt van alleen maar ellende en de hele industrie ligt stil en we hebben er echt flinke pijn van. Maar je weet gewoon dat achter een periode van zoals deze, dat de mensen toch wel weer heel graag willen. En dat ze dat het daar niet aan ligt, zeg maar. Dat niet iedereen denkt van nou, daar ga ik nooit meer naartoe. Erik van Eerenburg van Lowlands, dank voor het gesprek. Ja, jullie ook bedankt.